Kikkers, welkom bij de derde aflevering van Sassendom TV. Vanavond gaat u op bezoek bij de Nine Welders. Maar mensen, dat ben ik niet meer. Het is net of u niet weg bent geweest. U bent maar zo begin bij de beste vaas en vanavond ben ik weer bij onze mooie Christel die afgaat. En ik zal zeggen van, ik ben natuurlijk niet alleen, want ik kijk me ook bij mij. Daar ben jij ook weer bij, mijn vriendin. En mijn vriendin, daar moet je mee zien. Jij kan de kust. Jij kan, hè? Jij kan er weer, hè? Ja. Dus, viel het net of viel het in? Dus, nee, ja, nee. Dat groeit dus. Oh, dat scheelt alweer. Ja, en dat is één van onze sterren op onze vendag, hè? Oké, okay, nou. Maar voorlopig hebben we eerst hier nog een ja. Hè? Dus, yes! We zitten daar. Ja, ik vind het. Ik dacht dat jullie een rijleur misschien. Ja, ja, dat zou ik ook vertellen. Ik moest hier zo vol wezen. Wees al hier samen te boeken. Wees al hier. Dat is niet verbaasd. Ik zal die twee kon uit in die keer. Ja, nee. De bedoeling was dat met een rijleur misschien. Alleen door miscommunicatie met een nieuwe meneer die daar op de avond zit. Is niet helemaal begrepen wat wij van Sassendom wel weer willen filmen. Dus ja, dat liep niet helemaal samen. Dus nee. We hebben maar besloten om toch maar hier naar de Knieënbulders te gaan. Dus niks, geen toestand of zo. Nee. Maar ja, het is gewoon een kleine miscommunicatie. Ik denk dat ik meneer nog moet bellen aan Sassendom TV. Nee. Maar ik ben ook blij dat je weer bent. Want ik zie al net de camera. Pieter, wie bent er weer? Ja, Pieter, wie bent er weer? Ik was Pieter er zelf ook. Nou, ja, wat weet je nog meer dan? Deze video eigenlijk, als ik het wel. Deze al staan. Ik weet niet van jou, ik kan best een video doen. Maar dan best een video heb ik. Je mag maar naar binnen toe. Ja, hoor. Wie komt er maar? Wie hoor? Ben je benieuwd naar de waar? Een kleine terugblik op 10 jaar. Hoe sta je hier? Ja, dubbel. Want aan de ene kant heb ik het afgesloten op de Haringavond, dinsdagavond. Ja, nu trek je toch een jurk eraan. Ik denk, ja, weet je, eigenlijk heb je alles bedacht, je hebt alles gedaan. En nu trek ik mijn jurk eraan. En ik denk aan de ene kant, oh, ik wil zo weer verder gaan. Ik kan nog wel een seizoen door. Ja. Ah, nee, dat moet je ook niet willen. Nee, het is goed zo, het is klaar. Het is klaar. Ja. En zeg je nog van, oh, ik heb nog een hoogtepunten? Of... Ja, die heb ik zeker. En die ga ik vanavond ook nog benoemen. Ik weet niet of dat nu. Maar mag jullie ook? Mag jullie, want ik wil toch niet even zeggen, vind ik niet van dit nieuws of zo? Persoonlijk zal ik het niet doen. Ik, die jongens die praten zo verder. Dat maakt niks uit. Maar dat vertel ik ons dan weer, toch? Dat vertel ik niet jullie meer. Ah, maar dat geeft niet, want waarschijnlijk straks als ik het in de zaal doe, dan waarschijnlijk hoort de helft het ook. Maar dan hebben wij het in ieder geval op... En dan kunnen de mensen die we daar nog een keer terug zien. En dat is een bommet, dan kan er meestal zelf van komen. Ik heb iedereen al bedankt en in mijn... ik had eigenlijk bedacht om gewoon mijn hoogtepunten te benoemen, dat ik dacht van, nou weet je... Het begon natuurlijk met dat ik gevraagd werd en dat ik mijn vader en mijn zus ging vragen, dat ik dacht, nou... Mijn mam die staat achter me, mijn moeder stond erbij en dat ik dacht, weet je, dit is gewoon... Ja, zonder hun had ik het ook niet kunnen vieren zoals ik het heb kunnen vieren nu. En nou ja, het prinsendom op zich, het groepje waar we in hebben gezeten, al die prinsen, prinsessen, mooie jurken. En, maar ja, dat was natuurlijk op zich al wel heel gegeven dat we met zoveel prinsessen waren en allemaal verschillende kleuren, mooie grote jurken. Ja. Maar ja, dan hadden we die mooie prinsenverkiezing, dat vond ik ook echt een hoogtepunt. Ja, dan weet ik natuurlijk ook nog de eerste. Dus dat was natuurlijk helemaal een hoogtepunt. Dat is een super hoogtepunt. En ja, het jubileum, 33 jaar bestaan. Nou ja, het jaar waarin ik ook 33 mocht worden. Dus dat was ook wel heel bijzonder. En nou ja, mijn receptie, wat normaal gesproken thuis gevierd wordt. Ja, dat zou in het water gaan vallen, wegens de weersomstandigheden. Het mocht niet zo wezen dat we thuis gingen houden. En nou ja, gelukkig hadden we Paul van de Westen. Ja. En daar konden we naar uitwijken en dat werd zo allemaal, ja, veel klein. Sinds kort. Ja, en anders denken ze dat je in de cafetaria aan de storm. Ja.
Nou, dat stond ook de boel. Ja, ook. Maar nee, in dat opzicht waren we echt, weet je, dan merk je gewoon de Westerhout is een mooi klein dorp en weet je, je helpt elkaar gewoon. Ja. En die samenwerking maakt niet uit of je nou, hè, waar je bent. We hebben hem gebeld en we mochten gelijk gewoon heen. Nou, spullen mee. Wat mij vandaag al veel was, dat je ontzettend veel over Facebook en Twitter ontzettend veel complimenten hebt gehad op de manier waarop het gedaan hebt. En ik denk wat ik ook van gezien heb, dan mag ik zeggen dat ik alle 33 jaar mee heb mogen maken. Mijn vriend belde zo'n beetje. Die hadden het vaak ook net zo wel, dat ik altijd aanwezig geweest. Was dit uw hoofdpunt? Maar dat was wel een van de hoogtepunten. Ja, voor mij zelf was het hoogtepunt. Serieus, je hebt het ontzettend goed gedaan. Komt nou, dankjewel. Maar helemaal anders, hè? Angela is er niet. Vind ik Angela terug. 29 januari, dat is de planning. Dus in principe zou ze het filmpje kunnen zien. Ja, ze kan op social media, ze kan alles zien. Maar ze kan alleen niet reageren. We mogen ook niet haar naam benoemen, zeg maar, in die zin dat zij benoemd wordt dat zij daar is, zeg maar. Dus ik heb vandaag ook, nou ja, wat je zegt op social media, ik heb haar naam wel benoemd, dat ze bij ons is. Maar voor de rest benoemen we niet Ja. Oh, dat is wat ziet. Vandaag heeft ze gebeld, dus ik heb haar nog aan de lijn gehad. Ja. Dus ja, dat was wel heel, het was echt leuk dat we elkaar gewoon echt even konden spreken. Ik zei, nou, je drinkt snel voor een glas water. Nee. Nou, dat wordt oranje, zegt ze. En was ze afgevallen? Ja, dat weet ik niet. Ja, ze was van de trappen. Ja. Je hebt dat zo aan de lijn was, zei je. Ja. Of zei je dat? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij zelf vragen. We hebben het niet over gehad. Nee, maar dus ik snap het. En dan krijgen de kindertjes ook weer mama terug. In het carnavalseizoen. Ja, dat weet ik niet. Want ik blijf bij de vereniging. Dus dat is maar net de vraag. Dat weet ik niet. Is dit dan weer een scoop? Dat weet ze meteen nog niet. Hè? Je weet het niet. Het wordt pas laat uitgezonden. Nou, ik hoop in ieder geval... wij hebben het heel leuk gevonden. Iedere keer met jou, bij jou. Ja. En ja, ik denk dat dit gewoon een hele leuke afsluiting gaat worden vanavond van jouw jaar. Ja, ik ben benieuwd. Ik wens je heel veel succes en heel veel sterkte. Ja, dat mag wel. Sterkte. Dankjewel, dankjewel. Nou, laten we het feestgebruis ingaan. Ja. En afwachten we de 10 over 10? 10 uur. Volgens mij ben ik om 10 uur aan de beurt. Normaal was het al 10 uur. Ja. Daar gaan we voor. Ja, weet je allemaal al, hè? Een 11 over 11 is toch, Nou, 11 voor 11 hebben we gehoord. 11. Voor 11 dit jaar? Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, wat een weer. Zo veranderd. Ja. Bedankt. En toen hier van. En we hebben een hele leuke avond. Ja, gaan we doen. Veel plezier. Dank je wel. Dankjewel. O ja, president is klopt. Ja. Ik ben met lege handen gaan staan. Of niet. En als er dan niks gebeurt, dan moet ik weer komen. Nou, mijn binnenste opschieten. En adjudanten Oost en West. Ik moet volgens mij ook wat zeggen. mag ik mezelf eens even aan u voorstellen? Ik ben Prinses Dance. En dit zijn mijn presidenten. Mijn lieve papa, president Oost. En mijn allerbeste vriend, president West. Voordat ik verder ga, wil ik natuurlijk Force Christel bedanken. Voor een heel mooi jaar.
Bart zijn die vriend Wiegel maar even met een naam. Je zou toch maar eempjes blieben? Ja, wie zal een eempjes blieben? Wiegel zal een eempjes blieben, maar bier smaken zo lekker. En zou ik moet geen eempjes verklappen en mocht die van Betsy weg. Betsy wil blieben. Ja, Betsy is binnen. Betsy let nog de dansen. En ik word nooit met. Jullie gaan altijd zo van Betsy halen. Ja, maar wie moet me nog weer op pad? Wie moet maar naar de biertonnen? Ja, ik moet me ook op pad. Wie moet nog monteren? Ik moet maar naar Klompen pad. Ja, je moet naar Klompen pad. Ja, gaat hier met schoon. Maar in ieder geval, het was een mooie sessie. Leuk. Je gaat naar Ruus. Goeie, het was helemaal goed. Ja? Jongens, bedankt. Hele mooie prinses. Maar hebben we ook met die lage zakjes? Kom maar. Jongens. Leuk. Mensen, tot morgen. Ik heb nog volle zakjes.